Zo trekken we nog steeds door de wijde wereld in onze wiebelwagen. Een clowntje en zijn vrouw. We geven voorstellingen in dorpen en stadjes en overal maken we de mensen aan het lachen. Overal gaat Pipo's zonnetje op. En soms komen we in een avontuur terecht. En dit keer gaan jullie zien de grootste, verste en vreemdste reis die Pipo ooit gemaakt heeft. Het begon zo.